grote bak met collega's vandaag in een collegezaal. Hebben jullie al eens eerder in een collegezaal gezeten op de universiteit? Ja. 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 Ik heb op de universiteit gezeten. Ja, al is het maar voor één dag, dat moet kunnen. Het is natuurlijk een hele kleurrijke vereniging, dat hoef ik jullie waarschijnlijk niet te vertellen. De pluimage, komen sowieso overal vandaan, iedereen is op zijn eigen manier met het vak bezig. Het bestaat al 40 jaar, dus ook nog eens jong en oud door elkaar heen gemengd. Ik wou zeggen mannen en vrouwen, maar ik geloof wel dat wij vrouwen een minderheid zijn. Ja. Nou, dan worden we extra verbind vandaag, moet je maar bedenken. Wat is het typische karaktereigenschappen van ons weermensen? Ik bedoel, er is eentje die eruit springt. Altijd in de weer. Een karaktereigenschap, ja, nog meer, wat hoor ik hier? Oerkracht. Wisselvallig. Extreem? Zijn wij extreem bij meer mensen? Ja, het klimaat is extreem, maar een karaktereigenschap. Vroege vogels? Wisselvallen. Wisselvallen. Nou, niet allemaal hoor, want mij moet je ook van even nu wakker maken. Altijd kijken naar het weer. Overspelbaar. Onrustig. Toen ik ooit mijn meterconsult begon, in mijn jonge jaren, toen werd mij verteld dat de weerman een hele duidelijke karaktereigenschap heeft. Namelijk eigenwijs. Ja. Gaat er ergens een lampje branden? Wij zijn we allemaal, hè? Heel herkenbaar.